Iets meer dan een jaar geleden reden wij de X430D, de nieuwe Sports Activity Coupé van BMW. En dat was eigenlijk een hele sportieve auto. Een auto met een onderstel wat zijn sportieve lijn echt eer aandeed. Alleen was die auto zo goed afgesteld en dat onderstel was zo lekker dat we dachten, daar moet eigenlijk nog wel een M-product aan zitten te komen. Vandaag is de dag. We hebben een Nederlandse primeur. De BMW X4 M40i. Het blok dat hierin ligt is de bekende 3 liter 6 in lijn met twin scroll turbo. Alleen zijn hier nog wel wat lekkere goodies aan toegevoegd. Ze hebben gebruik gemaakt van een stalen gesmeden krukas, andere krukaslagers, high power bougies, andere zuigerveren. Allemaal geleend van de BMW M3 en M4 om ja, nog wel dat blok iets meer pep te geven. Daarnaast zien we hier bovenop de intercooler liggen. Normaal zit die hier onderin, zodat de weg van de koeling voor de turbo korter is, waardoor je een betere gasrespons krijgt en een betere koeling. Dat betekent ook dat hij een 4.9 naar de 100 gaat. Dus dit is al een vrij opgepepte versie van dat 3 liter 6 in lijn blok. En het is nagenoeg gelijk aan dat van de M2, maar ja, die is nog net iets verder gepusht om tot die 370 pk te komen. Dit is natuurlijk een vrij nieuwe niche in de markt en dat zie je ook aan de spelers die op dit moment aanwezig zijn. Er komen een paar nieuwe, zoals de F-Pace van Jaguar, daar ben ik echt heel benieuwd naar. De GLC 450 AMG van Mercedes komt binnenkort. En je hebt al de Porsche Macan GTS en de Audi SQ5. Het is best interessant om te zien hoe die zich tot elkaar verhouden. De Macan is eigenlijk... Ja, de GTS is qua prijs een concurrent, maar de Turbo is qua prestaties een concurrent, maar die kost 116.000 euro. Tegenover een dikke 90.000 euro voor deze X4, betekent dat deze X4 M40i wel gewoon goed in de markt is gezet qua prijs. Ja, jullie hebben het natuurlijk al gezien, maar de kleur van deze X4, nou echt fantastisch als je hem in de zon zet. Hij popt echt. Die kleur is zo fel en diep. Oh, het is echt heerlijk. Long Beach Blue Metallic heet het. Dat is een nieuwe kleur en ik denk dat we die vaker gaan zien op M-Performance modellen. En ze hebben dat dan aangevuld met grijze elementen in de voorbumper, grijze spiegels, grijze stukje in de achterbumper. Dat zagen we ook al bij de M235i. Daarnaast heeft dit exemplaar 20 inch two-tone velgen met Michelin Pilot Supersportbanden, beide een optie. En daarachter hebben we dan de remmen. En die remmen zijn ook iets groter dan standaard natuurlijk. En ze werken prima, ze doen het echt goed. Alleen de remklauwen, waarom is dat zo'n ijzeren raar ding? Waarom zit daar niet een M-remklauw overheen? Dat zijn we toch wel een beetje gewend. En zeker met deze kleur, als je dan zo'n mooie blauwe remklauw erbij hebt. Lijkt mij makkelijk scoren. Misschien dat het een optie is, maar ja, ik vind eigenlijk dat het gewoon standaard moet zijn op een M-Performance model. Nou, de X430D die wij reden was al redelijk sportief. En ja, nou, zet hem even in zijn S. Onderstel in sport.
beetje flipperen, hoor je die lekkere 6 in lijn. En als je een beetje gaat sturen, pak hier even een bochtje. Ja, dan voel je dat die heerlijk gebalanceerd is. De X6M vonden we super indrukwekkend, die reden we ook op deze weg. En dit neigt daar wel een beetje naar. Dat je zit een beetje hoger, maar je voelt je toch onderdeel van de auto. En je hebt niet het gevoel dat je met een hele hoge SUV aan het rijden bent. Wat je wel voelt is, ja, hij weegt 1800 kilo. Hij is wel een beetje bodyroll. Hij moet zich wel echt even zetten. En vooral als je uit de bocht komt en je komt dan weer op een recht stuk, dan voel je dat hij even een bewegingje maakt. En het geluid wat ermee gepaard gaat, uit die 6 in lijn, is zo lekker. Hij heeft vlinderpoorten in de uitlaten, dus dat betekent klepjes die opengaan boven een bepaald toerental en in de sportstand. Ja, dat maakt het wel helemaal af. Die ZF-bak heeft zo'n lekkere upshift. Zo lekker crisp en snel. En je krijgt een heel klein tikje in je rug als je een sport hebt. Geen aanmerkingen. De X4 is nu echt een serieus sportieve auto geworden. De potentie die in dat chassis zat, wat wij voelden bij de 30D al, ja, dat begint er nu al echt lekker uit te komen. Maar ik heb het gevoel dat er nog wat meer in zit. We weten dat BMW het echt voor elkaar kan krijgen om een SUV serieus goed te laten rijden. Dat hebben we gezien met de X5 en de X6M. Dat kleine beetje ruimte, wat er nog in zit, ik heb het gevoel dat ze dat hebben bewaard voor een X4M. Deze video werd wederom mede mogelijk gemaakt door Van Laag over BMW. En onze dank is groot voor deze primeur.